Ja, wat denk je ervan? Sunday grillings, cheers! Lekker, lekker, lekker. Cheers, buddy. Bakken, de juiste zone zoeken op je oven. In het midden, waar het vuur zit, is natuurlijk het warmst en aan de buitenkant het koudst. Ik heb hier een thermometer voor, waar ik mee kan meten waar de beste en de hitte het hoogst zit om een steak te bakken. Mooi dagje. Ik heb genoten. Een mooi stukje biefstuk. Maar wat was nou jouw voorkeur? Welke vond je nou het lekkerst? Ja, een beetje moeilijk eigenlijk. Want we hebben toch best wel lekker vlees gehad. Ja. Veel vlees, goed vlees. Zeker. Mooie ribeyes. Ja. Mooi lekker zelf gesneden. Ja, een beetje gek gezegd. Ik vond die smashed burger die we gemaakt hebben, die we hem zelf gemaakt hebben, lekker een stukje gesneden, gehakken. Ik denk dat het lekker is wel. Ik moet erbij zeggen dat ik ook wel gek ben op een goede steak. Misschien een leuk rubje erop om een extraatje te geven, maar die smashed burger, dat was hem voor mij wel.
Dat was ook echt wel helemaal vol op smaak. Ja. Maar wat was het voor jou eigenlijk dat doorslag gaf? Gekaramelliseerde van twee kanten. En op een of andere manier, en ik weet niet precies te omschrijven daarin. Maar dat smash, dat geeft toch een extra smaak erin. Ja, dat denk ik. Maar ook het biefstuk had een mooie vetkap. Die hebben er doorheen gehakken eigenlijk. Ja. En dat was eigenlijk wel toch de... Ja. Ja, dat ben ik mee eens. Ja. Dus dat vet, dat maakte de dus smaak. Dan weet je het. Smashburger. Nou, dat zitten we ook voor vandaag. We hebben een hele toffe dag gehad. Misschien wat aan te merken hier en daar. Misschien wat gekkigheid hier en daar. Maar voor ons was het lol trappen. Technisch gezien misschien hier en daar wat gek. Maar what the fuck. #verrekte lekker.